even wat vocht nemen. Dat is erg belangrijk, want ondanks dat de temperaturen wel iets naar beneden zijn, is het hier binnen nog steeds gewoon heel erg warm. En ik zit hier aardig te zweten, maar ik denk ja, nu ik hier toch zit en nu ik de camera toch aan heb omdat ik net een vlog heb opgenomen, kan ik eigenlijk best wel nog een vlog erachteraan opnemen. En dan dacht ik van mezelf van, laat ik nog weer eens naar een indie strip gaan. Of eigenlijk een indie comic. Ja, en dat is deze. Drakan. Ja, geen andere titel. Drakan. Ja. Van Dinesh van den Berg. Hij stuurde mij deze op. Ik ken Dinesh al een hele tijd, want ik kom hem, op elke beurs kom ik hem al tegen. En ja, ik vind het fantastisch wat hij tekent. Hij zit altijd een beetje met een clubje samen. Gamers of the West, West Kiffner zit erbij, Boy Akkerman zit erbij en nog wat andere die ik op dit moment niet even bij name weet te noemen. Maar ik vind het altijd tof om altijd even bij hun te kijken, want hun maken fantastische dingen. En ja, deze had ik ook al wel eens gezien. En toen had ik al zoiets van, wow, dit ziet er wel heel gaaf uit. Het oogt heel erg bruut. Het oogt ook een beetje anime-achtig, heb ik het idee. Van dat gezicht. En dat klopt ook wel een klein beetje als je dat zo bekijkt. Zo, die gezichtsuitdrukking. En het is wel gaaf. Maar wat ik al zei, het is een hele brute strip. En Dinesh zegt ook van, dat is wat hij leuk vindt om te tekenen, die zaken. Chapter 1 Forsaken, want het is een Engelse uitgave. Dus hij is voor een internationaal publiek bedoeld. En hij begint ook al een beetje heel mysterieus. Het is een beetje fantasy-achtig, moors. Ik weet het eigenlijk niet, maar het ziet er wel heel gaaf uit. En ik zeg al, tekeningen zijn ontzettend gaaf wat dat betreft. Dus het is wat dat betreft zeker wel heel erg mooi. Maar ja goed, je moet er natuurlijk wel van houden. Het moet wel iets zijn waarvan je denkt van, joh, dat is het voor mij. Het is een soort krijger die geen leider meer heeft, geen meester meer heeft. En die rondzwerft en die op een gegeven moment in een conflict komt. En een oude, een oude vijand tegenkomt. En hij gaat op een gegeven moment wat mensen helpen. Dat is een beetje het idee wat ik erover heb. Verder qua verhaal moet ik heel eerlijk zeggen. Het is een eerste deel. Dus ik ben even benieuwd van in hoeverre er al meer delen uit zijn. Maar zo wat extra, wat van die extra platen bij in. Dat is wel heel erg leuk. Ja, ik wil dat toch wel heel even aan jullie laten zien. Want het ziet er namelijk wel tof uit. Het is zeker wel heel erg de moeite waard. Dus, er komen weer wat beurzen aan. Dus als je Dinesh van den Berg ziet en nieuwsgierig bent, dan kan ik alleen maar zeggen van, nou, ga even bij hem kijken. En blader hem even in. Maar vooral steun deze independent artist, deze tekenaar. Want hij is een hele goede tekenaar. En het is, ik vond hem heel tof om te lezen. Dus steun hem en koop hem als je het leuk vindt. En ga hem lezen. Ga ervan genieten. En als je niet naar de beurs gaat en toch denkt van, dit vind ik wel tof. In de beschrijving van deze video staat even een linkje waar je contact kan leggen of deze kan bestellen. En dan kun je hem op die manier in handen krijgen. En als je dat gaat doen en als je hem gaat lezen, dan wens ik je zoals altijd heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.